Heb ik ooit seks gehad? Wacht, wat? Never have I ever had sex in front of other people. Of ik ooit seks heb gehad met mensen die ernaar keken. Dus gewoon iemand doen, terwijl er een groep mensen voor je staat die dat checkt. Oh, rustig. Yo kijkers, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video die opgenomen wordt om 2:15 s'nachts op een vrijdag. Er is een hele grote kans dat ik tijdens het maken van deze video gestoord ga worden door een hele boze oma die probeert te slapen. Maar daar heb ik een soort van respect voor, want ik kan me voorstellen dat het heel vervelend is om iemand om 2:15 s'nachts tegen een camera te zien en horen praten. Maar soms heb ik gewoon zo'n moment dat ik in één keer fucking veel zin heb om een video te maken. En zo'n moment is nu. En wat voor video ga ik maken? Nou, ik ga een Never Have I Ever video maken. Ik heb op mijn monitor voor mij 22 vragen staan. En die vragen die luiden: Never have I ever... puntje, puntje, puntje. Ik ga dus eigenlijk zeggen of ik iets wel ooit heb gedaan of niet ooit heb gedaan. Maar dat zullen dan ook gelijk hele ongemakkelijke vragen worden. Ik ben ongelooflijk moe. Ik heb de afgelopen nacht niet veel geslapen. En deze nacht wordt waarschijnlijk ook weer een korte nacht. Maar ik heb er zin in. En we gaan hem rocken, yo. Laat natuurlijk alvast even dat blauwe duimpje omhoog achter voor meer tech video's op mijn kanaal. En waarschijnlijk voor de mensen die in dit huis proberen te slapen. En die ik dus een soort van wakker hou. Sst. We gaan het doen. Ik heb daar mijn monitor. Let's go. De allereerste vraag. Nooit heb ik ooit porno samen met iemand gekeken. Oké. Wacht, moet ik nou zeggen dat ik het nooit heb gedaan? Wacht, huh? Ik heb wel eens een keer samen met iemand porno gekeken. Dit is zo ongemakkelijk, oh my god. Ik had niet verwacht dat het zo ongemakkelijk zou zijn om dit gewoon met een camera te bespreken. Maar het idee dat hier zo meteen tienduizenden mensen naar gaan kijken. Fuck, yo. We hebben allemaal wel eens dat moment gehad toen je jong was en doorkreeg dat er zeg maar geslachtsdelen bestonden. Dat je dat ging googlen, stiekem op school, tijdens dat ene uur dat je even iets voor jezelf op de computer mocht doen. Of ben ik de enige? Ik weet het niet. Het enige wat ik wel weet is dat ik een keer, de allereerste keer toen ik porno zag, dat was in groep fucking 6 of zo, ik weet het niet eens meer. Het was tijdens een uur waarbij we dus iets voor onszelf mochten doen. Sommige mensen gingen tekenen, andere mensen gingen bouwen met Lego. Ik ging samen met een mattie van me op de computer. En ik was geloof ik iets van Happy Wheels aan het spelen of ik was een ander leuk spelletje aan het spelen. Wat natuurlijk ook de bedoeling is wanneer kinderen uit groep 6 op de computer gaan. Totdat ik in één keer aangetikt werd door de jongen die naast mij zat. En die zei zo van: speelmee.nl, zoiets tenminste. En toen keek ik naast hem en dat was gewoon echt de eerste keer dat wij gewoon dat zagen. En echt ons hoofd was geloof ik ook echt zo van: oh, ik schrok. Oh my god, dat was de wind. Oh my god, ik schrok zo erg. Nou ja, zo schrokken we dus ook eigenlijk van hetgene wat wij op de computer zagen. Next question. Dit is zo ongemakkelijk. Oh my god, ik vind het vreselijk. Nooit... Godverdomme. Nooit heb ik ooit tijdens het feit dat mijn ouders seks hadden naar binnen gelopen. Dat is mij nooit gebeurd. Gelukkig. Ik heb nooit iemand moeten betrappen op seks. Het is nooit gebeurd, oké? Heb ik ooit seks gehad? Wacht, wat? Never have I ever had sex in front of other people. Of ik ooit seks heb gehad met mensen die ernaar keken. Dus gewoon iemand doen, terwijl er een groep mensen voor je staat die dat checkt. Nee. Ik ben misschien raar en ik ben misschien bereid om een hele hoop aparte dingen in het openbaar te doen. Maar dat is geloof ik illegaal. En er zijn wel meer dingen die ik heb gedaan in video's die illegaal waren, maar nee. Hey man, come on. Dat is toch ook zo kut gewoon. Stel voor, je bent bezig en er kijken andere mensen toe. Gewoon dat idee alleen al, dat is toch niet fijn? Dat is gewoon een bepaald stukje privacy wat je dan in één keer gewoon wegkotst of zo. Nee man, dat kun je echt niet maken kan. Even serieus nu. Godverdomme, moet ik nou weer naar mijn monitor toe lopen om de volgende vraag te pakken. Dit is een vraag die luidt: Never have I ever fantasized. Kort samengevat, heb ik ooit gefantaseerd op een seksuele manier over iemand in deze kamer? Nou, ik ben best alleen in deze kamer. Er staat daar tegen wel een droger naast me. Dus laten we het er maar gewoon op houden dat ik ongelooflijk graag seks wil hebben met de droger. Oh, maar wow, dat lijkt me echt chill, yo. Echt gewoon... Het is gloednieuw ook gewoon, die droger. Die staat er misschien net 2 dagen. Dat is wel echt heftig, hoor. Nee, ik zit in mijn eentje op mijn kamer. Dus het wordt een beetje lastig om een persoon aan te wijzen met wie ik iets zou willen doen. Tenzij ik Bob moet gaan aan. Bob? Oké, Bob kijkt me heel boos aan. Laten we dat anders maar ook even niet gaan doen. Wat ook heel raar is. Seks met je kloon, is dat niet illegaal? Ik weet niet. Oh my god, deze vraag wordt alleen maar erger. Had ik geen andere website kunnen aankiezen? Nooit heb ik ooit een gehele jawbreaker opgegeten. Jawbreakers zijn die soort van snoepballetjes die ongelooflijk hard zijn. En die moet je dan als het ware opeten. Heb ik dat ooit gedaan? Ja, ik heb wel een aantal keer zo'n jawbreaker gewoon op kunnen eten. Dus dat is een ja. En ook een vrij normale vraag vergeleken met de andere vragen die we hebben gehad in deze video. Heb ik ooit een meisje gezoend op de eerste date? Kijk, ik weet eigenlijk niet eens of ik überhaupt ooit echt met iemand heb gedate. Want als ik denk aan daten, dan denk ik echt gewoon aan gaan uit eten nemen met een meisje of zo. Of naar de bioscoop gaan. Maar als ze bedoelen dat ik de eerste keer met iemand ging meeten en gelijk ging zoenen. Eén keer denk ik dat dat gebeurd is. Maar ik weet niet of we dat überhaupt een date konden noemen. Dus I don't know. Sommige vragen zijn zo lastig te beantwoorden. Ben ik ooit gehandboeid geweest? 1 keer. En nu niet op een vieze manier, even voor de duidelijkheid. Dat was als grapje bedoeld. Maar technisch gezien is het dus een ja. Ik ben ooit in de handboeien geslagen. Niet door de politie daarentegen. Dan zou ik hier waarschijnlijk niet zo strafbladloos zitten. Maar het was als een grapje, oké. Even voor de duidelijkheid. Jullie gaan nu waarschijnlijk allemaal rare situaties in jullie hoofd halen. Maar geloof me, oké. Dat is volkomen normaal. Dat zeg ik nu gewoon, terwijl het eigenlijk niet zo is. En kut, mijn camera's leeg. Nooit heb ik ooit gespijbeld. Heb ik ooit gespijbeld? Ja, ik heb wel eens gespijbeld. Ben ik daar trots op? Jezus man, die wind. Ik schrik me elke keer de tering. Ik heb wel eens gespijbeld. Het was geloof ik in de eerste klas. Ik heb voor de rest echt heel weinig gespijbeld. In de eerste klas had ik namelijk zin in energy en frikandelbroodjes. Wat destijds echt de shit was. Gewoon frikandelbroodjes en energy was een soort van het starterspakket. Wil je echt een coole eerste klas zijn? Ik ging gewoon een keer spijbelen om dat te kunnen kopen. Wat een beest was ik ook. Dus ja, dat waren de Never Have I Ever vragen. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Misschien een beetje een korte video. Ik wou hem gewoon graag een keer opnemen. Er zaten wat ongemakkelijke vragen bij. Er zaten wat normalere vragen bij. Namelijk over snoep. Jawbreakers dus. Ik hoop dat jullie deze video die 3:15 s'nachts is opgenomen leuk vonden. Als dat nou het geval was, doe dan natuurlijk even die like. Volg mij even op Twitter. Mijn Twitter is @Dutchtuber. En volg mij natuurlijk even op Instagram. Mijn Instagram is Dutchtuber met 2 R'en. Ik ben de afgelopen tijd op Twitter heel actief. Ik ben de afgelopen tijd ook heel vaak aan het DM met kijkers. Tweet ik gewoon even iets zo van retweet deze tweet voor een DM. En dan vind ik het superleuk om jullie in een paar zinnetjes of met een paar zinnetjes in DM zo blij te kunnen maken. Dus much love naar jullie. Heel erg bedankt voor alle support. Ik vind het super leuk om video's voor jullie te maken. En ik vind het ook super leuk om te zien hoe blij ik jullie wel niet kan maken. Met bijvoorbeeld een DM berichtje op Twitter. Dus zorg echt dat je me volgt op Twitter. Als je dat wilt. @Dutchtuber. En natuurlijk op Insta voor allemaal foto's uit mijn dagelijks leven. Bedankt voor het kijken jongens en meisjes. En misschien moet ik toch maar even gaan slapen. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later mensen.